De inwoners konden hun ogen niet van de tv afhouden. Gedurende de avond werd meer bekend over de straat waar de hoogste bedragen naartoe gaan. En toen dat eenmaal duidelijk werd, kun je, zoals deze inwoner, opeens miljonair zijn. En dan blijkt het om een uur of half acht, acht uur 's avonds, blijkt het werkelijkheid te zijn dat het jouw straat is. Ja, echt fantastisch. Bizar. Heeft u al een idee wat u met dat geld gaat doen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat dan? Onze droomhuis bouwen. Zij verdelen ruim 21 miljoen met hun straat. De andere helft van het geld wordt onder de andere deelnemers in het dorp verdeeld. Hoeveel dat er zijn en hoeveel loten zij hebben, is nog niet bekend.